je wat ik nou de grootste schande vind? Nou? Dat Olympisch Comité van die gehandicapten... Ja. Dat die gehandicapte Russen en uit Belarus daar toelaten. Want gehandicapten zijn niet geestelijk gehandicapt. Mm-hmm. En die willen als normale mensen behandeld worden. En normale sporters die worden geboycott. Dat moeten gehandicapten ook geboycott worden. Ik moet zeggen, Esther Vergeer heeft fel van zich afgebeten. Het Engelse Olympisch Comité heeft fel van zich afgebeten. Maar dan zit er een Hans Horst in Amerika... die weer van die gehandicapte sportenbaas is. En die gaat dat even bekijken en die komt er over een half jaar naar terug. Als de Russen mee zouden doen, dan zou ik als ander land niet meedoen. Ja, ik zag dat die Mazepin er ook weer mocht racen en zo in de Formule 1. Ja, en dan ja maar dat zal die vader wel gekocht wat hebben. Wat vind jij ervan trouwens, Roos? Vind jij dat die sporters daar de dupe van moeten zijn? Of zeg je van zoveel mogelijk bannen die al die gasten? Nou, ja, dat denk je natuurlijk in eerste instantie wel. En ik vind het drama voor die sporters. Maar het is natuurlijk ontzettend gek om met z'n allen... gewoon maar brood en spelen te blijven geven eigenlijk. Want dat is waar het op neerkomt. Ja. Terwijl er een oorlog aan de gang is. Ja, maar je moet Russen over de hele breedte nu boycotten. Ja. Gewoon helemaal ja, en kerkklokken even laten horen, toch? Dat is ook belangrijk. Dat doen wij in Nederland toch nu? Nou, ik denk dat Poetin nou geen oog meer dicht doet. Dat is kapot gesproken. Nou, maar over de Olympische Spelen gesproken. Want toen ik hier een paar weken terug zat, ja, hadden we het erover. Vind je dit niet indrukwekkend? Je zit door de kerkklokken. Echt, sorry. Heeft nog wat niet gebeurd, hoor. Ik zal het nooit meer doen. Die Poetin is er rot geschrokken. Dat denk ik ook, ja. Nou, maar wel over het niveau waar dit dan over gaat. Want we hebben het dan over kerkklokken en zal hij daarvan onder de indruk zijn. Een paar weken terug hadden wij het over... misschien dat Poetin de Olympische Spelen af zou wachten met die aanval op Oekraïne. Toen hadden we het erover van, er komt misschien een aanval aan. Het laatste nieuws van vandaag is, dat denken de Amerikanen tenminste... dat de Chinezen aan Poetin hebben gevraagd... van kun je er alsjeblieft mee wachten, want wij hebben hier een Olympisch feestje. Oh. En dat je pas die aanval daarna doet. Dus om aan te geven het niveau waarop dat soort beslissingen dan genomen worden. Ja. Dus ik denk niet dat hij erg onder de indruk is van de Chinezen zijn steeds een soort oefening, vinden die het nog steeds, hè? Een soort noodgreep hebben ze het over. Het is geen oorlog, zeggen ze daar.